Yo mensen, verkeerde gaming, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe CSGO case opening. En we hebben vandaag, hoeveel waren het er? 17 shadow cases die wij gaan openen. En nou, I'm so excited. Want we gaan er natuurlijk weer helemaal niks uit krijgen. Wow, zag ik dat? Er vloog een vliegje voor mijn camera langs. What the fuck doe je? Maar 17 cases gaan we openen. Shadow cases zijn het allemaal, want ik dacht van YOLO, waarom niet? Dus nou ja. En ik hoorde van iemand die zei, key 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ik kan niet tellen. Kan ik tellen? Dit is key 6. Key 6 met de laatste case. Unlock container. Met de laatste case. En hij zei, gegarandeerd iets te winnen. Dus we gaan kijken. Een hele hoop purple. Wow. Dat is fucking weird. Nou, kijk eens. Dat ging supergoed, man. Wow. Poeh. Ja, dat ging super. Dan gaan we deze met deze doen. Hopen dat hij nu wel gewoon normaal doet. Ik wil wel graag gewoon... Oh, man, wat pinks. Ik zag pink. Ik weet niet wat het was voor pink, maar ik zag een pink. Hallo, Cobalt Core. Een Swag 7. God dang it. Ik denk wel deze keer. Dit wordt de derde, toch? Ja, dit wordt de derde. Want ik moet opletten. Bij de vierde moet ik hem anders doen. Nee, er ging een fucking gold. Ik zweer het je. Ik zei dit nog. Mijn allereerste fucking knife. Oh my god. Ik zweer het. Ik zei het er straks nog. Ik ga Shadow Daggers unboxen. Ik had er een goed gevoel over. En oh my fucking god. Oh my fucking hell. Dit meen je niet. I'm so fucking done. I'm so fucking done. Ik zweer het, ik kan de toekomst voorspellen. No fucking jokes. Ik zeg dus straks tegen iemand. Vorige keer zei ik dat ik shit ging krijgen. Had ik een goed gevoel. Kreeg ik een field tested op Asimov. Keer daarna zeg ik dat ik shit ga krijgen. Had ik een goed gevoel. Kreeg ik een voor Cyrex. Net zeg ik, ik ga hier fucking Shadow Daggers uitkrijgen. En wat krijg ik? Fucking Shadow Daggers. Ik ben klaar met deze wereld. Ik zweer het je. Ik ben zo fucking klaar met deze wereld. Deze dingen zijn echt gewoon niks meer waard. Dat weet ik wel. Maar come on. Dit is mijn eerste fucking knife. Die ik unbox dan. What the hell. Oh my god. Ze zijn field tested. I don't even give shit. My first fucking knife. Mijn hartslag. Over 9000. Dit is ongelofelijk. Ik kan de fucking toekomst voorspellen. Please geef mij een Galil Stone Cold. Die wilde ik altijd wel hebben. Are you effing kidding me? Oh, is minimal rare. Ik zweer het je. Voor mij dat ik zag fucking... Kijk, allemaal pinks en zo. Ik ben nog nooit... Serieus, nog nooit in mijn leven zo confused geweest. Ik fucking zweer het je. Nog nooit in mijn hele leven. Ah, dit is zo grappig. Yay, bitte 50 wingshot. Oh my god, jongens. Ik ben echt confused. Ik ben echt heel confused. Ik ga huilen. Ik zweer het. Ik ga zo meteen... Als deze video is afgelopen, geloof me, ik ga zitten huilen. Stop! Dit meen je toch niet? Dit fucking meen je niet! Ik zweer het! No fucking jokes! Ik zei al, ik ga dat ding kopen. Ik ga een Stattrek Field Tested AK Frontside Misty kopen. Want ik wilde een Stattrek AK. Wat krijg ik? Dit is mijn fucking luckiest case opening ever. Ik zweer het je. Dit is echt mijn meest lucky case opening die ik ooit zal gaan hebben. Dus als ik nu nog meer Shadow Daggers krijg, ik zou helemaal blij zijn. Ik zweer het je. Gaben houdt van mij. Gaben zit echt zo van, geef die meid een knife. Geef die meid een Stattrek AK Frontside Misty.
Ik zweer het je, I'm fucking done. Ik ga voorlopig gewoon geen case opening meer doen. I'm fucking done. Als ik nu ook nog eens een stat trek en 4A1 Golden Coil kan krijgen, zou ik het helemaal perfect vinden. Want die wil ik namelijk ook weer. Want die heb ik toen verkocht om mijn eigen knife te kunnen kopen die ik nu heb. Mijn tuurlijk nog een purple. Waarom niet? Gaben houdt van me. Maar ik heb mijn M4 Golden Coil verkocht voor de knife. Voor mijn huidige knife die ik nu heb. En dat is deze. Dit is de knife die ik nu heb. Het is een I got a new boyfriend. Nee, het is een M9 Bayonet Doppler. Phase 2 Pink Galaxy. Factory new. Als ik dat nog niet had gezegd. Maar is in ieder geval factory new. En ja, dat is mijn nieuwe boyfriend. Mijn lieverd. Mijn schatje Moppie Douchie. Ik zweer het, jongens. Ik wil schreeuwen. Ik wil de longen uit mijn lijf schreeuwen. Heel hard. Heel hard. Oh, come on. Yes! Een Statrek XM1014 Scumbria. Dat ding is zo kut. Oh my god. Nog 5 keys te gaan. Oké. Dan doen we... Gaan we van achter naar voor werken. Zo. Nee, wacht. Dan doen we die. Deze zo. Unlock met die. Vind ik helemaal mooi. Kijk zoveel pinks en purples er allemaal in zitten, joh. Dat is ongelooflijk. Oh my fucking god. My life is over. My life is officially over. Kijk dan wat we hier uit hebben. Oh my god. Ik denk dat voortaan gewoon... Mensen kunnen mij vanaf nu gewoon inhuren om hun cases te openen. En dan wil ik zeg maar een bepaald percentage van wat eruit komt. Oh my god. Ik zit ook gewoon YOLO die cases open te klikken nu. Het interesseert me serieus geen enkele fuck meer. Ja joh, doe nog maar een XM Scumbria erbij. Het zal ook eens niet, hè. Een mooi ding is dat. Nou, kom op baby girl. Give me something good. Want ik heb totaal nog niks gehad. Ik heb alleen maar poepdingen gekregen. Ja, goed zo. Geef mij nog maar een Galil AR Stone Cold. De ene keer dan vraag ik om en dan krijg ik hem niet. En dan vraag ik er niet om en dan krijg ik er 2. Verdomme. Oké, dat is de laatste. We gaan even zo doen. We gaan toch zo doen, ja. We gaan hier even rustig een momentje voor nemen. We gaan hier even goed voor zitten. Want hier zit de jackpot in. Hier komt een Karambit Doppler Statrek Factory. Nee, grapje, dat kan helemaal niet. Want er zitten alleen maar Shadow Daggers in. Let's go. Kom maar op. Geef mij maar iets moois. Iets leuks. Dat bedoel ik niet als Famous Survivors. Dit is de jackpot. I fucking told you. Dit ding is 100 euro waard. Eigenlijk helemaal niet. Maar oh my god. Kijk eens wat we hebben gekregen. Jongens en meisjes. Fucking Shadow Daggers. We hebben een fucking AK Frontside Misty Statrek. We hebben purples voor het leven. Kan ik hier een trade-up mee doen? Proceed. We noemen hem. Gaben. Is. Hot. Love. Wacht. Much love. Much love. Hartje. Zo. Perfect hartje. Deze gaan we even mooi doorkrassen. Want ik wil niet weten wat we gaan krijgen. Heb ik totaal niet genakt van andere mensen die trade-ups doen. Maar dit is gewoon leuk. Dit is... Gewoon lekker krassen. Dan is het altijd een verrassing. Kijk. Gaat zo heel spannend. Allemaal dingetjes bijstaan en zo. En dan denk je van... Oh my god. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? En dan zit je zo helemaal in spanning te wachten. En dan krijg je uiteindelijk... Iets wat pijn doet aan je ogen. Thanks. Thanks, Gaben. Thanks. En nog veel testen ook. Me. In ieder geval, mij hoor je niet meer klagen over deze hele case opening. Ik ben hier super tevreden mee, echt. Oh my fucking god. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Later!